Ik denk dat de Alpe d'Huez wel een virus is. Als je daar eenmaal een keer geweest bent, dan... je hebt zo'n filmpje, de berg roept. En ik vind dat ook wel, ja, de berg roept wel. Rotterdam Fundraces voelt ook voor mij echt als een warm bad waar ik in terecht gekomen ben in dit proces, in dit project. Iedereen wil je helpen, iedereen helpt elkaar, geeft adviezen. En zeker voor mij die nog nooit op een fiets had gezeten tot voor kort en nu, dan zie ik al zoveel verschil. En dat juist met elkaar, met die lach en die traan, dat we elkaar helpen om straks daar zoveel mogelijk keer omhoog te gaan. Ja, het is iets moois om met elkaar iets te doen en vooral het geld bijeen te halen voor het KWF, waar het toch eigenlijk allemaal om draait. Niemand meer dood aan kanker. Hand in hand vastberaden, omdat niets doen geen optie is. Op karakter. Ik kijk erg uit naar 6 juni, ja, om daar met het team te zijn, maar ook gewoon om het dan te doen. Dan is het zover en dan ga je naar boven en dan gaan we het gewoon doen.